Goedenavond, dames en heren. Dit is de eerste uit een reeks van extra uitzendingen die Studio Sport zal wijden aan het toernooi om het wereldkampioenschap dameshandbal voor A-landen. Dat wil dus zeggen de sterkste landen ter wereld. Aan dat toernooi, dat voor de tweede keer in Nederland wordt gehouden, de eerste keer was in 1971, doen in totaal 16 landen mee. Het toernooi duurt 11 dagen en de wedstrijden worden gespeeld in 19 verschillende plaatsen in Nederland. We zitten vanavond in Groningen, want daar speelde Nederland zijn eerste wedstrijd, dit toernooi. Het ging tegen de dames van de DDR, een van de favorietes voor de eindzegen.